Goedemorgen, we zitten al aan tegen vrijdag en het is dus weekend in Suriname. Een van harte goedemorgen, Carlos Leenveld is mijn naam en ik doe dan deze aflevering van Mantintaki. We gaan een weekend tegemoet van heel wat sociale activiteiten en die hebben dan te maken met de Moederdag. En Moederdag is dan op zondag 12 mei. 12 mei staat ook in het teken van een andere dag, maar daar hebben we dus toch wel ruimschoots aandacht aan besteed in deze Mantintaki. En dan hebben we het over de Internationale Dag der Verpleging. Vandaag besteden we aandacht aan heel wat sociale projecten die te maken hebben met Moederdag. De Moederdagviering hebben we dus zondag aanstaande. En de STVS is zelf ook bezig met een Moederdagprogramma, een Moederdagproject. En dat wordt gedaan in samenwerking met de stichting Amor Vitae. En we praten vandaag dan met de woordvoerder, de secretaris. Hij heeft zoveel petten op, maar vandaag is hij hier voor een sociaal project. Ik heb het over Rivelino Eijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we het nodig om sociale projecten in deze periode uit te voeren, ook in verband met Moederdag? Heeft de gemeenschap het nodig? Ja, natuurlijk. Behalve Moederdag natuurlijk weten we dus dat er sowieso mensen zijn in Suriname. In feite in de hele wereld hoor. Mm-hmm. Maar in Suriname focussen we ons daarop. We weten dat er dus mensen zijn in Suriname die het niet altijd even makkelijk hebben. Je hebt sowieso een sociaal zwakkere in die samenleving. En ook met Moederdag weten wij dat je een aantal moeders hebt die het enorm moeilijk hebben. Ja, dus, het is groots van opzet dit jaar, de STVS die doet dit jaar dus dan in samenwerking met de Stichting Amor Vitae een Moederdagproject. Wat ligt er eigenlijk in het verschiet voor de moeders? Nou, waar het in feite dus om gaat, is dat onze stichting, de STVS natuurlijk, heeft benaderd om het Because We Care Moederdagproject uit te voeren. Het gaat er dus om dat wij in het voortraject, en het is ruim voor Moederdag, dat wij sponsoren hebben gezocht, burgers ook die het menen met moeders, die het kunnen missen om wat te geven aan de moeders. Dat wij in het voortraject dus deze mensen hebben opgeroepen via onze FB-page om te doneren, zodat wij deze moeders op Moederdag een behoorlijk pakket kunnen geven. Waarmee zij dus geruime tijd kunnen uitkomen. We kijken dus naar de volgende beelden. Hoe is het gegaan met de donaties? Ik moet u zeggen dat wij enorm veel donaties hebben gehad. Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit individuele burgers zelf. Mensen die weten dat er behoefte is aan steun voor sociaal zwakkeren. Met name dus de moeders voor Moederdag. Heel veel projecten, heel veel donaties. Ik moet u zeggen dat de waarde van zo'n pakket dat wij dit jaar aan de moeders zullen geven, meer dan 5000 SAD bedraagt. Het is een enorm groot pakket. Wij van de stichting hebben eerder al ervaring opgedaan met moederdagprojecten. En wij weten dus dat, ondanks dat die pakketten toen behoorlijk wat waarde hebben, moeten wij zeggen dat we een recordhoogte hebben dit jaar. En dat is dus dat wij een pakket van iets meer dan 5000 SRD per moeder kunnen geven. En dat zegt al heel wat hoor, dat behoorlijk wat donaties zijn gekomen. Ja. We schrikken heel even ervan. Eigenlijk zijn we er blij om met hoe gul men is geweest om dit project te ondersteunen. Een pakket voor een moeder ter waarde van meer dan 5000 SRD's, dat spreekt voor zich. Ik wil weten, hoeveel moeders krijgen zo'n pakket? Wij gaan 30 moeders blij maken. Ja. De goederen hebben we ook in beeld. Ja. Wij zouden natuurlijk meer moeders blij willen maken, omdat wij ook natuurlijk die suggesties hebben gehad van mensen van waarom maken jullie niet meer moeders blij en dan iets kleinere pakketten. Mm-hmm. Waar het om gaat dat wij zeggen 30. Het is enorm veel werk dat gedaan moet worden om ten eerste die pakketten, de dingen aan te schaffen, te gaan verpakken en daarna nog ook de distributie. Toch, we zijn 2 dagen lang bezig omdat het gaat om adressen. Soms zijn het nogal ver afgelegen adressen, waardoor we dus eigenlijk heel veel tijd nodig hebben voor die distributie. En dat we dus eigenlijk maar 30 mensen kunnen helpen, 30 moeders. 30 moeders zullen in aanmerking komen voor zo'n pakket. Hoe is de selectieprocedure geweest? Wat er is gebeurd is dus dat wij die oproep hebben gedaan.
waarbij wij dus zeggen dat de mensen die vinden dat zij iemand kennen die, dat, die zo'n pakket nodig heeft, dat zij een formulier konden afhalen hier bij de STVS en ook bij Riffelshoekje aan de Lalaroekweg, als ook bij de RGD-poli op Meerzorg. De mensen moesten dus dan de moeder opgeven, een kort verhaal erbij schrijven, ja, van waarom zij zeggen dat zo iemand een pakket nodig had. Nadat dat formulier was ingevuld, moesten ze dat, dat inleveren in de box hier zo, een speciaal gemaakte box. En die selectie hebben we dus toen, uit die inzendingen hebben we dus toen die selectie gemaakt. Het waren een aantal inzendingen. Ik dacht, als ik me niet vergis, zo'n 300, 400 hoor, ik weet het niet meer zo uit het hoofd. We hebben dus toen die selectie gedaan. Uit die selectie had je dus de, want je gaat allemaal eigenlijk moeten zitten lezen, het hele team, ja, die tuurlijk, je leest, juist toch? En daaruit haal je dus de zaken die het meest ingrijpend zijn. En wat er dan gebeurt is dus dat wij gaan prospecten. We gaan kijken van, is het waar de situatie die wij hebben gelezen op het formulier? En met name de Q-riders die ons ondersteunen hiermee, die gaan dan vooraf om te kijken van als de situatie daadwerkelijk klopt zoals dat is aangegeven. Het is enorm veel werk, want die Q-riders die moeten dus op een gegeven moment naar al die ver afgeleverde plaatsen gaan. Ze beginnen direct ook te kijken waar de plaatsen zijn, zodat we op de dagen zelf minder werk hebben om te gaan zoeken. En aan de hand daarvan zijn dus die 30 moeders gekozen, ja, die zo'n pakket ook krijgen. Ook zo belangrijk, hè, de Q-riders in deze. Ja. Ze zijn ook bekend. Ja, ja, het is ook een heel sociaal bewogen groep, ja, en zij die ondersteunen ons. We hebben ook twee van de Q-riders in het bestuur van onze stichting, namelijk meneer Dongo en meneer Seip. Die verzetten ook enorm veel werk hier om te rent. En ook op die dagen zelf hebben ze ook een heel team, de Q-riders, die komen helpen om die zware pakketten, die grote pakketten te distribueren. Ja, wat we dan vandaag ook zullen doen, er zijn ook artiesten die dit project waarmee we aan bezig zijn hier bij de STVS, tezamen met de stichting Amor Vitae, dat ze het ondersteunen. De artiest die het ene en ander heeft gedaan is Enver, en we zijn er ook blij om. Ja, hij heeft een heel mooi nummer gemaakt, die hij speciaal voor dit project. Ja. En ja, dus dat. Ja. De launch hebben we dus vandaag in deze maand in Taki. Enver, die een speciaal lied heeft gezongen, een clip heeft gemaakt hiervoor voor deze Moederdag. Zij laat hem lopen. Deze pokoe is voor elke mama. En ik wil eigenlijk niet te veel zeggen. Ik zeg alleen. Dank u wel. Alsjeblieft. Mama Nasri Bikrosi, zo mi beleri fude, alo de tabu dede, ma a de tabu she. You mama, mama, Latina you gudu, you papa. Mama, Adina Yugudu, you papa, you papa na Yugudu, my baby, you mama. Na yugudu, na yugudu, na yugudu.
love you, mama. En ik denk dat bij menigeen deze clip van de Enver emoties losmaakt op deze morgen. Rivelino, we zijn er blij om met deze clip. Heel mooi. Ja, heel mooi. En de organisatie gaat dit weekend dan bezig zijn. Wanneer zullen de distributies plaatsvinden van de pakketten? De distributies die vinden plaats op zaterdag en zondag. Dus zaterdag 11 en zondag 12. Ik wil toch wel even een kleine aanvulling doen. Het is wel goed dat men weet dat bij de selectie, dat wij er natuurlijk ook op letten wanneer wij dus gaan. De leefomstandigheden, toch? Wanneer wij bijvoorbeeld daar gaan, wanneer die mannen van de Q-Riders gaan prospecten. En ze bijvoorbeeld daar aankomen en ze zien een goed huis of een auto daaronder, een pH-plaat en dat soort zaken. Dat wij toch liever de voorkeur geven aan slechtere omstandigheden of mensen die... Of een moeder die thuis zit met 2 of 3 kinderen die een beperking hebben. Dus daarop letten wij enorm veel. Hè. Dus dat, die genieten natuurlijk of de voorkeur. Of je ziet weer door een oude president, dat je ziet ook nog leefomstandigheden van die aard, dat elikie, dan gaat deze door dat die wel goed is. Juist, natuurlijk toch. We zeggen niet dat die mensen het dan niet moeilijk hebben, maar we gaan er natuurlijk wel voor kiezen om de mensen die het moeilijker hebben, toch? Want het gaat om grote pakketten, toch? En het zijn pakketten waarbij men zeker 2, 3, 4 maanden zelf mee uit kan komen. Oké, maar Nomi Wasabi, kotak desma, toevallig jaar, hè? Dinodauso. Ja, kijk, dat is altijd natuurlijk moeilijk. We vinden het net erg dat we deze mensen dat pakket dan niet kunnen geven, maar we gaan niet daar kunnen blijven omdat wij in tijdnood zullen zitten. We moeten naar verre plaatsen gaan, het is een hele karavaan waarmee we weggaan. Dus we gaan steeds moeten verschuiven naar een ander adres. We hebben natuurlijk ook een reservelijst. Toch? Wanneer we dus die 30 moeders afwerken en we zien dat er 1 of 2 mensen er niet zijn, dan kiezen we iemand dus uit die reservelijst. Dus moeten we begrijpen vandaag, voor het geval u zelf ook een inzending hebt gedaan of iemand hebt aanbevolen aan de organisatie, moeten we begrijpen dat de personen of de mensen die aanmerking zullen komen van tevoren het nog niet weten? Nee, de mensen weten het nog niet. De mensen weten het nog niet, althans dat ze zijn geselecteerd niet. Ja. Misschien dat de mensen die ze hebben opgegeven, ze wel hebben gezegd van luister, ik heb je opgegeven. Maar die weten ook niet? Nee, ze weten nog niet dat ze geselecteerd zijn. Wat we wel doen is dat wanneer we de dag zelf in de buurt zijn, of naar het adres toe gaan, dat we de mensen die hebben opgegeven, dat we ze vooraf even bellen van hey, zijn de mensen nu thuis, we komen eraan. Okay. Weet je? En dus dan, als ze niet thuis zijn, dan bellen ze de mensen of ze gaan de mensen roepen van hey, jullie moeten nu naar huis gaan. Dus dat gebeurt wel. Oké, goed. Heel veel succes ermee. Ja, dank je. Mooi. Vandaag dan Rivelino Eik en deze Mantin Taki. Stichting Amor Vitae samen met de SCVS zal dan bezig zijn met Moederdag. En er is een moederdagprogramma. En wil je even nog een aanvulling doen? Ja, de uitzending hiervan is dus op zondag 12 mei zelf om 10 uur 's avonds op kanaal 8.2. Ja, en dat moest erbij. Ook op deze morgen. We gaan naar een clip. Ik zou het echt fijn vinden als we dus die clip van Enver weer voor onze kijkers en luisteraars. Laat hem lopen. Deze pokoe is voor elke mama. En ik wil eigenlijk niet te veel zeggen. Ik zeg alleen, dankjewel. Alsjeblieft. Mama, dat is Ribi Kroosie. Zo nu ben je rivoede. Hallo, de taboe dede. Maar de taboe sje. Je mama, mama. Laat die na je goed doen. Je papa. Mama, Nadina, you go do you papa. Mama.
En de clip heet Waardeer You Mama van Enver. En dat is speciaal dus voor dat project van de STVS in samenwerking met de stichting Amor Vitae en Friends.